persconferentie gaat geven. Dit zijn de mensen van de Engelse delegatie. En ik vraag me af, als ik de kans krijg, waarom hij dit nog doet. Nou, al die successen die hij heeft gehad, de miljoenen cd's, hij komt er nu aan. Zie je, je voelt al de spanning. En dan ben ik benieuwd, nou, komt hij aan, of ik daarop antwoord krijg. Simpele vraag. Ik hoop ook op een simpel antwoord. Misschien wat langer. Misschien denkt hij, leuke jongen. Misschien loopt hij wel gewoon straal voorbij. Mr. Humperdinck, can I ask you one question for the Royal Dutch Television? Why are you doing this after all those years? Because I think it's a great honor to represent your country in song. And that's what I do best. That's my answer. Thank you very much. And what do you think about the final? Well, I'm looking forward to it. There's a lot of competition there and a lot of talent. Otherwise, they wouldn't be here. I think it's going to be a spectacular show. Thank you very much. Good luck. Now, hij is helemaal niet moeilijk. We mochten eigenlijk niks vragen, maar je ziet dat de grootste sterren het meeste tijd maken. En dat zie je. Engelbert Humperdinck. For us, just to be final, it's a big chance. It's not enough. We are working to be in top 5. We're hoping that everybody will love Dalila and Mandinga and will vote for us. Also, we hope to win this competition. You want to win? Yeah. We also want to win. Yeah, but everybody wants to win. The Dutch, we are not so successful. 8 times in a row. 8 years in a row. It actually was a nice song. It is a nice song. No, it really is a nice song. And we met... Can you sing the song? Yeah. Maybe a little bit. You know our song. We love the song. We zien Kurt uit Malta en die had zo'n leuk dansje. En ik, nieuwsgierig als ik ben, zou dat graag willen leren. Misschien dat ik er zo nog iets aan heb tijdens mijn eigen. Hallo Kurt. Hi. Can you show me the move? Because yesterday at the end, I saw the dance moves and I want to learn. He's the guy who came up with the idea. Yes. And it's very easy. Can we do it next to each other? Well, all of us? Oh, you know, yeah. Oh. Okay. Makes sense. All right, so your right foot has to be on the heel, yes, and your left foot on the toe. All right? And you form a feet. Okay? Then you take it back, switch that. Not that easy. Switch. Yes, it is. All you need is some practice. It takes maybe 2 days to get it right. Can you do it one more time for us? All together? Yeah. Okay. 5, 6, 7, and... We are from the Dutch television. Yeah. And I'd like to know, what do you think about the chance of the fun? I think... You and Sweden and already. There's a little bit. Oh, I love them. I love Sweden. Yes. And I love Nina Fili from Italy. And I love Pastora from Spain. And you know what? It's probably weird to say this, but I don't feel the competition between the artists. I think the only competition is between the delegations. Because when you talk about music, whenever I hear a piece of music, I don't see the flag. I mean, it doesn't matter to me. It's great for us singers. In like 3 minutes, we have the exposure in front of hundreds and millions of people. It's one. I don't know how many times in your lifetime you have that kind of opportunity. So we just so happy to be here, and we actually, you know, we give our best luck to each other. That's why you come. Thank you. Bye. Au revoir. Au revoir. Dit is een heel belangrijk moment. De delegatie van Rusland is een aantal. Die worden heel streng bewaakt. Het zijn natuurlijk oom
wij ernstig afgeschreven. Dus ik ga ze niet belasten met lastige vragen, voor zover ik dat afgedaan heb. Ik ga niet met ze dansen. Ze hoeven ook niet te zien. Het enige wat ik wil is een foto maken met de oma's. Ik heb natuurlijk zelf ooit mijn eerste liedje gemaakt over oma. Misschien dat dat helpt. One picture for the Royal Dutch Television. Can we make a picture? Photo? One picture. Now, what says he's doing? I started my career with a song about my grandmother. Just like you. Oh, lieve oma, mama, these years away. Als je het vergelijkt met Engelbert Humperdinck, die is namelijk net zo oud, die ziet er een stuk beter uit dan de oma's. En ik heb het gevoel dat ze zelf niet zo heel veel te vertellen hebben, dat het meer het management dat het afhield. Ja, ik heb mijn best gedaan, het heeft niet zo mogen zijn. Toch wens ik ze heel veel succes. De oma's, uit Rusland. We staan in het oude centrum van Baku. Kijk, hier zien we een futuristisch gebouw. Hoe kijk jij terug op de afgelopen periode? Het is een hele mooie periode en ik ben gewoon heel erg blij dat ik voor zoveel mensen mag optreden en met mijn eigen liedje. Het was een hele bijzondere ervaring. Ook met de mensen, we hebben zo'n leuk team en iedereen. Het was één en al gezelligheid en ook onze pity party was gewoon echt heel gezellig. Ik ben gewoon echt genoten van alles. Ja. En een hele songfestival circus eromheen. Ja, dat was, weet je, het was wel heel erg, het was bijzonder. Het was apart en raar. En ik vind het dat ik nu gewoon weer naar huis kan en weer lekker met mijn album en lekker gewoon. Echt doen. Ja. Dan gaan we zo meteen kijken naar de grote finale. Wat is jouw top 3? Zweden, Servië en Ierland. Ja. En de eindoverwinning? Zweden of Servië? Ja. Zweden is wel heel goed. Hè? Ja, Zweden. Ja, we gaan het allemaal bekijken zometeen. De grote verjaardag van het Eurovisie Songfestival, de 57e editie alweer. Wij gaan in ieder geval kijken. Ik hoop u ook. Tot zo. Samen thuis.